Zeggen we snelle Opels en ben je jonger dan 30 jaar, dan denk je zonder twijfel aan OPC. Ben je echter ouder dan 30 jaar, dan denk je eerder aan GSI. En jawel, er is terug een Corsa GSI van Opel. Of we daar echter blij mee moeten zijn? Kijk, laten we er geen doekjes om winden. Opel zit momenteel in een wat lastige situatie. Ze mogen dat wel eindelijk winstgevend zijn, dat ze onder de hoede zijn van PSA. Die winstgevendheid komt er door het afslanken van het personeel en door niet meer te investeren in nieuwe technologieën. Het Opel van nu, dit moment, blijft dus even ter plaatse trappelen tot het nieuwe technologieën van PSA over mag nemen. In het geval van de Corsa zal dat niet eens zo lang duren, want dit jaar komt er al een nieuwe generatie van de Corsa die zijn genen zal delen met de Peugeot 208. Tot dan krijgen we dit uitzwaaimodel, de Corsa GSI. En dat belooft nu al een eigenaardig baasje te zijn, want mensen die thuis zijn in Corsa-kunde weten dat een paar jaar terug er al een OPC was van de Corsa. Dat wil dus waarschijnlijk zeggen dat deze GSI het met een stuk meer pk's zal doen 4 jaar na de OPC. Fout. De GSI levert namelijk de 207 pk sterke 1600 van de OBC in en vervangt hem door een 150 pk sterke 1400. Een stuk minder pk zou je dus denken, maar dat is maar de helft van het verhaal. Want het OBC-chassis dat blijft staan. Tegenwoordig zijn er ook Koni schokdempers en van Michelin krijg je Pilot Sports 4S'en als je de optionele 17-inch velgen aanvinkt. En dat zorgt voor een zeer interessante vraag. Want is de OBC ook nog lollig met minder pk's? Het antwoord erop is resoluut ja. Meer nog, hoewel het Corsa-chassis echt wel op leeftijd aan het geraken is, lijkt het eindelijk tot zijn recht te komen in deze GSI. Dankzij gewoon eerlijke mechaniek, want er zijn geen 27 instellingen van de rijmodi, dankzij een stuurgevoel dat we lang niet meer gevoeld hebben bij een Opel en dankzij een gretigheid van de motor dat we ook al lang niet meer bij een Opel gezien hebben. Toch is deze GSI niet zonder fouten, want hoe lollig het pakket ook mag zijn, hij mist elke vorm van opwindende geluiden. Ik had ooit een Corsa met een 1200 benzine en die klonk eigenlijk ongeveer hetzelfde als deze GSI. En dan is er nog de bodykit die niet echt goed weet wat het juist naar voren wil brengen. Vooraan neemt de GSI de snuit over van de OPC, achteraan lijkt je dan weer naar mijn Corsa van weleer te kijken. Kan hij nu echt geen grotere uitlaat onder Opel? Verder geven we ook nog een wat twijfelachtige vermelding aan de meubels in deze Corsa GSI. Die komen van Recaro, maar net zoals in de Adam S hebben die achteraan een soort van puntje in het midden van de hoofdsteun, waardoor je nooit perfect naar achteren kan leunen. Je valt altijd naar links of naar rechts. We zagen, maar op lange ritten wordt dit echt heel vermoeiend dat je continu met een scheef hoofd moet rijden. En dan is er nog de prijs. De GSI die hier staat, die flirt met de 26.000 euro. En dan kom je meteen in het vaarwater van die verdomde Fiesta ST terecht. Die heeft meer pk's, die heeft een betere afwerking en een stuk meer geluidsbeleving. Wat dan het bestaansrecht is van deze Corsa GSI? Heel simpel, binnen 4 jaar gaan een hoop 18-jarigen die net hun rijbewijs gehaald hebben op de tweedehandsmarkt deze GSI oppikken. Hebben GSI's eigenlijk ooit een ander bestaansrecht gehad?